Het zittingsjaar 2016-2017 van het Hof van Justitie is vandaag geopend door waarnemend hofpresident Ayman Rasoul-Baks. Het is de tweede keer dat er zo'n buitengewone openbare zitting wordt gehouden. Met als doel de gemeenschap in te lichten over wat er is geweest in het afgelopen zittingsjaar en de plannen voor het nieuwe jaar. Rasoul-Baks gaf aan dat in het afgelopen zittingsjaar 13 rechters per maand 40 rolzittingen in de civiele rechtspleging in eerste aanleg hebben gedraaid. In deze zittingszalen en met de aanwezige ondersteuning van de griffiers. Naast nagenoeg dezelfde rechters, ongeveer 10, hebben per maand 31 zittingen in de strafrechtspleging. In de eerste aanleg gedraaid. 31 rollen strafrechtspleging eerste aanleg door 10 rechters. Alle rechters zijn in hoger beroep, civiel en straf ingeschakeld. Een aantal van deze rechters heeft ook de functie van rechtercommissaris in strafzaken vervuld. Ik heb het nog steeds over die 19 rechters. De meeste rechters hebben op het Hof deelgenomen aan de behandeling in raadkamerverzoekschriften en die nemen toe. Elke keer wanneer er een 54C wordt ingediend, moet je binnen 3 dagen 3 rechters zien te krijgen in de Kamer om die zaak te behandelen. Rasoul-Baks gaf verder aan dat de grote achterstand bij de civiele afdeling van het Hof van Justitie het Hof en de rechters grote zorgen baart, omdat het voor hen een grote belasting betekent. Daarom heeft het Hof zich reeds enige tijd erop gericht om hierin verandering te brengen, zegt Rasoul-Baks. Binnen beleidsprogramma's. Doch vanwege onder andere de financiële situatie mocht dit voor het afgelopen zittingsjaar niet baten. En de hoop is erop gevestigd dat we dit zittingsjaar schot hierin kunnen krijgen. Door de voor dit jaar voorgenomen beleidsmaatregelen in uitvoering te nemen. In het afgelopen zittingsjaar is slechts 1 projectvoorstel van het Hof. Zij het ten dele uitgevoerd. Ik doel dan op de lancering van de gedragscode voor rechters in november 2015. Het was de bedoeling om bij die gelegenheid ook de Nederlandse en de Engelstalige bundel met relevante wet en regelgeving over de rechtspleging en de rechterlijke organisatie, waaronder ook dus de gedragscode voor rechters, uit te geven. Dat was ook een verzoek van CCJ die heeft meegeholpen aan het tot stand komen van de gedragscode van het Surinaamse Hof. Dit onderdeel is evenwel niet in uitvoering genomen, dus die bundeling en het uitgeven ervan vanwege de algemeen bekende financiële situatie en het niet beschikbaar zijn van die middelen. Waarnemend hofpresident Ayman Rasoul-Baks, die vandaag in een buitengewone openbare zitting van het Hof van Justitie het zittingsjaar 2016-2017 heeft geopend. Voorafgaand aan de opening moest de brandweer aan te pas komen om te assisteren bij het openmaken van een deur. Het elektrisch systeem van de deuren liet het namelijk afweten. Rasoul-Baks legde uit dat er accu's gekocht moeten worden om het systeem functioneel te houden.